Wie is dit jochie, hoor ik je denken. Dit is Guy. Guy is 4 jaartjes jong en vandaag is Guy mijn huisgenoot. We wonen samen, we doen alles samen. Samen schoonmaken, samen boodschappen doen, samen de wereld veroveren. Dit wordt lachen. Guy is raar. Guy is raar. Wie is raar? Hey, ik heb vandaag een nieuwe huisgenoot, namelijk Guy. Guy, heb je er zin in? We gaan vandaag allerlei leuke dingen doen, zoals schoonmaken, de kattenbak verschonen, boodschappen doen. Hele rotzooi. Nee, zoals normaal gesproken volwassen mensen moeten doen. En naar de bioscoop. Nee, we gaan niet naar de bioscoop. Nee. Wat gaan we als eerste doen vandaag? De kattenbak. Gaan we de kattenbak doen? Oké, kom, gaan we de kattenbak doen. Van wie is deze? Die is van Nina. Mama, waar de kleine en een kleine en een grote. Ja, ik versta je niet helemaal. Dit is de kattenbak. Laat hem even open zo. En nu zo? Nee, ga niet met een doekje erin. En nu moet hij erin kruipen. No, God! En wat heeft doen? Want ze wil eten. Maar er is geen eten hier. Oh, hier? Nee hoor, dat is allemaal... Kijk hier, hoe maak je de kattenbak schoon? Hoe maak je dat schoon, denk je? Met een doekje. Ja, succes. Dit noemen we dus in de volksmond een kutklus. Weet je wat je doet? Je pakt even zo'n zakje. Wat denk je dat er in die zak gaat? Ja! Poep! Moet ik het doen of doe jij het? Ik. Oké. Je moet de poep eruit zoeken. Dan moet je een beetje schudden zo met het ding. Nou, niet helemaal. Oh, hier! Pak je dat zo? Een beetje schudden zo, een beetje heen en weer. Ja, nog een beetje heen en weer. Juist, doe er maar in. En dan moet het op kouper gegooid worden. Nee! Dat dacht ik even niet, hè? Ja. Nee! Wat ga je doen? Hey, gadverdamme. Nu is het klaar, Guy. Zal ik het even doen? Kijk, mag jij het zakje ophouden? Moet je niet op me gooien, anders word ik bijvoorbeeld pislink. Kijk, kijk wat er allemaal komt. Kijk wat er allemaal gebeurt. Boy. Oké. Nice. Mag ik het erin doen? In het zakje, hè? Hey, dan moet je het er niet weer afgooien. Een zakje nou ophouden. Je laat alles vallen, joh. Kijk, alles smerig. Jouw eigen poep stinkt ook zo, hè? Nee. Jawel. Nee. Jawel. Zo stinkt jij uit je ijskonten. Pardon? Oh, echt een kleine dommert. Wanneer gaan we nou naar de bioscoop? Ja, we moeten eerst het huishouden afronden. Anders kunnen we niet naar de bioscoop. Dit mag jij doen. Dit mag je erin gieten. Doe maar zo. Ja, goed zo. Alles eruit. Rustig aan. Of nee, toch niet? Hij is leeg. Ja, hij is leeg. Ja, ja, ja. Het is, ja. Hij is leeg. Oh, ja, gooi er maar in. Je net even je vieze poten weer gewassen. Weet je wat we moeten doen als we de kattenbak hebben verschoond? Gaan daar wel omhoog klimmen. Oké, okay, gaan we omhoog klimmen. Zit daar nou die kat in? Mag ik even kijken hierop staan? Ja hoor, doe maar. Hier, ik heb een leuk speeltje voor je. Iets wat elke 4-jarige wil. Stofzuigen. Gaan we lekker stofzuigen? Even langs de randen, even langs de kantjes. Hey, ben je dan niet klaar? Ik ben nog niet klaar. Laat het jou lekker doen. Nee, hey, maar we wonen toch samen? We moeten het toch samen doen? Kom. Ja, maar jij moet ook helpen. Ja, kijk. Kinderen hebben een aandachtspan van een halve minuut. Ja, en daarna hebben ze gewoon geen zin meer. Dus ja, eindstand ben ik alles weer aan het stofzuigen. Godsamme zeg. Het is tijd, Guy. Kom even hier. Nee. Het leukste klusje van het hele op jezelf wonen. Het toilet. Ja! Nee, ik help je niet. Ouwe lul. Hey! Van wie leer jij zulke dingen? Van jou. Nee, dat heb ik helemaal nooit gezegd. Ouwe lul. Zo! Goed zo. En nu even nat maken. Ik kan hem er niet erbij. Maar jij kan dit het beste. En start! Goed zo! Klaar. Nee, het is nog niet. Hey, nog niet klaar. Netjes. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit wel handig. Dit werkt niet altijd mee met deze kleine snuiter. Dit doet hij aardig goed, moet ik zeggen. Vind je het leuk? Ja, nee. Jawel, je zei ja. Een beetje. Nee, dat is smerig. Niet de camera. Geef dat doekje hier. Nee. Hier met dat doekje. Hey! Gatsi darigi. Dit was serieus best wel ranzig. Lekker voor je! Wie? Je hebt het misschien wel gezien. Je hoort me gewoon hoor, hé! Blijf liggen. We moeten weer aan het werk. Daar gaan we. Hey! Nee! Kom in! Ik ga!
moeten de was opvouwen. En jij hebt dit op mij gegooid, dus ik ruik niet op. Jij moet het opvouwen, hè? En jij niet, ja. Even samen. Mocht je ooit afvragen hoe het is om samen te wonen met een vierjarige, ik zou het je niet aanraden. Je hebt er niet heel veel aan. Kijk, gaan we dezelfde sokken bij elkaar zoeken, ja? Kijk, 1 en 2. Goed zo! Echt het meest verschrikkelijke aan was opvouwen vind ik die klote sokken. Het is wel handig dat je een soort assistent hebt die ze even bij elkaar zoekt. 2 happy birthday, 2 happy birthday. Je hoeft echt niks te doen bij dit kind. Dit gaat gewoon vanzelf. Oké, we gaan het even afmaken en dan gaan we even boodschappen doen, ja? Duidelijke taal? Goed idee? Niet in je neus peuteren? Dat is gewoon mijn sok, hè? Hé. Hey. Wat doe je? Guy? Ja? Altijd als wij naar buiten gaan, dan nemen wij even wat mee, ja? Dus kies maar een tas. Ik kan die optillen. Ja, ik kan maar één optillen. Hey, rustig aan doe jij. Kapot maken. Ja, dit leek me wel een goed idee. Maar ja, dat joch, dat kan natuurlijk echt maar 3 kilo tillen of zo. Kijk, Guy, dit is allemaal... Poep! Dit mag hier zo in. Daar gaat hij. En... Oké, dat ging bijna goed. Ik vind dat je het super goed doet. Waar gaat het nu heen? Het gaat nu naar een bodemloze put. Nice. Glas. Oh, bijna goed. Nee, niet kapot slaan. Ik heb een dikke. Ja, zeker. Super goed. Heel leuk. Dit is dan wel weer praktisch. Dit is echt. Dit is alles wat ik wil in mijn leven. Geen gezeik. Hè? Hier, wat wil je halen bij de supermarkt? Allemaal snoepen. Gaan we allemaal snoep halen? Nee, beetje snoep, want dan heb jij weer snoep. Dan heb ik weer snoep. Jij mag dan één snoepje proeven. Jij mag één snoepje proeven, maar. Ga je nu even met mij naar huis rijden en dan vraag ik even. Nou, wat ga je vragen dan? Als ik bij jou mag slapen. Slapen. Of allemaal snoep eten. Stomme snoep. Lekkere snoep. Stomme snoep. Lekkere snoep. Stomme snoep. Lekkere snoep. Stomme snoep. Zullen huts luisteren? Dat jij huts wil luisteren, dat had ik echt niet verwacht. Ja? Oké, gaan we even. Kunnen we wel even doen. Ik hoor niks. Hoor je niks? Hoor je niks, Guy? Huts en neval, doe normaal. En neval, en neval. Huts aan neval, ik ben terug. Hey! Je bent drugs aan neval. We gaan naar de supermarkt, ja? Jij mag alles uitzoeken wat je wil. Ja. Oké. Okay. Hoppakee. Welke boodschappen hebben we nou echt nodig? Zouden toch ook? Zouden ook je open la komen? Zouden we ook al een snoep kopen? Maar is dat echt nodig? Ja. Oké, dan gaan we dat doen. En dan wil ik er eentje proeven. Nou, gooi er maar in. Nog meer? Goed zo? Nee, ook blauw. Lekker, Guy. En nu? Zeg maar waar je wil stoppen. Hier stoppen. Gooi er maar bij. Deze. Die ook erbij. Deze. En deze. En deze. Deze. Oh my god. Guy, kijk, je hebt alleen maar koekjes en snoepen en chocola gehaald. Maar we zijn hier bij eigenlijk de belangrijkste afdeling, hè? Dit is de fruitafdeling en de groenteafdeling. Wat wil je hiervan hebben? Deze? Ja, dan ik wil het daar thuis even. Oké. Geen bananen? Nee, dat lust ik niet. En wat nog meer? Blaya. Goed zo, Guy. Nou, denk jij niet dat we al genoeg spullen hebben? Nog één ding. Kijk eens hier, kijk eens wat daar ligt. Wil je die? Die lust niet. Wat zeg je nou? Lust jij die paprika niet? Nee, of zijn we nu die? Wil je die? En nog de pannoosje. Dit is wel denk ik de meest wispelturige supermarktsessie die ik ooit gehad heb. Normaal gesproken haat ik supermarkten. Maar met Guy erbij vind ik het wel lachen. Dat gaat wel los, hè? En deze. En nog. Guy, heb je niet een beetje het idee dat we al genoeg... Dat we al genoeg hebben. Ja. Oké, hoe duur denk je dat dit is bij elkaar? Misschien 60 euro. Maar ik heb geen geld bij me. Je hebt nooit geen geld. Nee, ik ook niet. Nou, leg het allemaal maar weer terug. Nee. Oké, ik heb al geld. Ja. Dit is al gedaan. Die even scannen. Hey Guy, dan had je het toch wel goed, hè? Weet je hoe duur het was? 61 euro. En wat dacht jij? Misschien 60 euro. 60 euro? Dat dacht jij inderdaad. Ik moet er weer voor betalen. Oké, doen we dat. Ja, gaan we.
Dit is allemaal voor jou. Je wilde toch lekker dit eten? Nou, ga je gang, joh. Mag dan thuis een lolly? Is het nog steeds niet goed, Guy? Zo? Nou hebben we de hele deen leeg gekocht. En dan is het nog niet goed. Wat is dit nou? Koek. Ja, het gevoel dat als je de hele avond naar de kloten bent gegaan, je om 5 uur 's ochtends weer in de taxi zit, terug naar huis. Dat ziet er dus zo uit. Hey Guy, ben je inmiddels weer een beetje wakker? Ja. Nee, heb je even lekker geslapen? Ja. Jij oude slaapdoos. Guy, bevalt het je een beetje om op jezelf te wonen? Bedankt voor het kijken.